Wie is de Mol Recap? Aflevering 6. Eindelijk, de roadtrip is begonnen. Welke opdracht hebben de makers nu weer verzonnen? Eerst geeft Nabil zijn Yoka en Ranomi weg. Is dat slim of krijgt hij pech? Omdat ik echt letterlijk niemand vertrouw in deze groep. Maar eerst moeten ze de test nog maken, met dit keer maar 15 vragen. Jurre vertrouwt niemand deze tijd en Soy is een beetje de weg kwijt. De weg kwijt binnen dit spel. Dan moeten ze op eieren lopen. Ze gaan er niet veel breken, mag ik hopen. Maar Daniel breekt het ei meteen en Nabil stond op de grond met zijn been. Soy heeft op een circus gezeten, dus die moet het wel weten. De ene groep verdient geld, de andere niet. Dat doet me een beetje verdriet. Dan neemt elk groepje een kist mee. Soy en Ranomi pakken de eerste twee. Maar misschien neemt Rick ze wel in de maling. En Jurre ziet eruit als een paling. Kijk daar allemaal pijlen in de lucht. Die moet je vangen, is het gerucht. Daniel vangt er veel. En Nabil heeft een coole zonnebril. Oh! De anderen steken een kop in het zand. Wow. Hé, dat klinkt best interessant. Huh? Elke struisvogel was uniek en ze verdienen 1000 piek. Wow. Met hun kisten komen ze bij Rick. Hier gaat iets spannends gebeuren, denk ik. In hun kisten zit de eliminatiestoel. Oei, dat is foute boel. Daniel en Jurre doen even niet meer mee. De eliminatie is niet voor hun twee. Soy denkt dat hij de dupe is, maar Nabil vertrekt wat een gemis.